Joe mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 3 Killchains hier natuurlijk op Call of Duty Black Ops 3. In deze serie moet ik natuurlijk proberen om 3 keer een Killchain medal te halen. Oh, dat is nou jammer jongen. Dat had al een mooi begin kunnen zijn, daarom meteen aan het begin. Maar in deze serie moet ik natuurlijk proberen om zo snel mogelijk 3 Killchain medals te halen. En we hebben er al 1 gehaald, dus we hoeven er nu nog maar 2 te halen. En ik speel natuurlijk hiervoor hardcore. Ik speel niet normale core, ik speel echt hardcore elke keer. Ik speel slechts 2 teams met mijn spotjes per aflevering. En ik hoop... Andere kant op. Nee, waarom zag je me? En ik hoop dat het een beetje goed gaat vandaag. Dat is echt jammer, jongen. Waarom zag die fucking kutcamper me? Als die camper me niet had gezien, had ik nog door kunnen gaan met de streak, jongen. Ah, mooie kill, goede kill. Hij killde wel zijn teammate, maar goede kill. Dat is zo jammer altijd, jongen. In hardcore, voor de mensen die het niet weten, heb je natuurlijk geen minimap. Behalve als je UAV inroept. Je hebt natuurlijk geen HUD. Oftewel, je ziet niet hoeveel kogels je nog hebt. En je ziet heel veel dingen gewoon niet. Je bent daarnaast natuurlijk in 1 kogel dood. Dus heel goed opletten geblazen. Maar op zich, moeten wij het wel goed kunnen doen hier, ook. Dit is in ieder geval een goede map om een kills in op te halen. What the fuck? Oh, wacht, we hebben natuurlijk geen killcam. Ah, oh, kak. Ik dacht even de killcam kijken hoor, maar ja, die heb je niet in deze game mode. You have no killcam in hardcore, my friend. No. De 1. Oh nee, ik heb de purifier aan. Wie idee was dat? Nee, dat was geen kill. Helaas. Ah, oh, vieze campers, jongen. Nu staan ze te campen. Die enemies zijn begonnen met campen, man. Ik heb per ongeluk de Purifier aanstaan, terwijl dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Ik moet Kinetic Armor aan hebben staan hiervoor. Dat is mijn schuld, jongens. Dat is serieus mijn schuld. Dan kan ik... Ja, sorry. Sorry. Daar kan ik ook niks aan doen. Het is allemaal live, hè. Ja, die ga je dat soort dingen helaas ook krijgen soms. What the fuck? Ze renderen hard op af met deze enemies. Dat is goed om te zien. Alleen, we hebben nog geen enkele UAV gekregen. En... de manier waarop je de killchain kan halen... is op het moment dat je een UAV hebt. Alleen mijn team is niet zo goed. Zo, dat wapen is sterk in hardcore. Holy fuck. Holy fuck, Julian. Ik moet ook die MR6 gaan gebruiken, denk ik. Zag je dat? Ik sta 12 om 12 nu. Maar die MR6 is heel sterk in hardcore, zoals je zag. Zo, de knetter, hé. Die moeten we even onthouden, jongens. Die moeten we echt even onthouden. Zo, dat wist ik ook niet, hoor. Ja, kut zo. Ik hoorde die tripmine al gaan, jongen. Ik hoorde hem al afgaan. Daar kan je niks aan doen dan. Als de tripmine afgaat, ben je de lul, jongens. Niet doen. Kak. Dat had weer een mooie kans kunnen zijn, jongen. Dat had weer een mooie kans kunnen zijn. Maar spannen ze nou. Ik ben heel goed aan het opletten op mijn UAV. Ja, mijn UAV is kapot. Ik ben expres een beetje aan het midden aan... Nee. Nee, ik was expres een beetje in het midden aan het wachten dat het spansteam goed ging. Het spansteam ging niet goed, man. 1. Nope, kom niet meer. Nee, oh, weer zo'n scheitrip mine, man. Oh, dat is echt één kut enemy, jongen, die vent. Die enemy gaat alles verneuken, jongen. Ik heb wel een paar mooie kansen gehad, hoor. Ik hoef alleen maar de kills te halen. By the way, voor de mensen... Zag je dat? Voor de mensen die niet weten wat de killchain is, nou, het is wel handig om het dan even uit te leggen. Killchain medal is een 9-man multikill die je moet halen. Dus ik kan je 1 ding zeggen, dat is niet gemakkelijk. Oké, dit is mijn kans, nu. Oké, 3, 2, 1, nu. Nee, ze rennen voor me weg. Daar ging mijn kans, dat was vuurkill. Daar ging mijn kans, ze rennen voor me weg. Ik zag het gebeuren, man. Ik zag ze serieus gewoon voor me wegrennen. Het is zo jammer als dat gebeurt. Je kan er niks aan veranderen, helaas.
Ah, kut camper. Ik had hem niet gezien. Was weer een mooie kans. We hebben zoveel kansen in deze map. Dit is echt de map waar ik die kills in kan halen. Skyjack. Dit is de map, boys. Ik heb helaas mijn verkeerde specialist ook nog eens aanstaan. Wat natuurlijk ook mijn schuld is. Sorry. Ah, kut. Dit is de map waar je hem heel makkelijk op kan halen, man. 35-20 sta ik. Niet de beste score, sorry. Sorry hoor, ik kan er ook niks aan doen. Maar wel een hele mooie poging die we hebben gehad. Nu. Go. Nu. 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 Teammate gaat er niet voor staan. Teammate gaat er niet voor staan. Fucking motherfucker, je verneukt het. Nu. Go. Nee, mijn teammate spant daar. Freaking scheidzooi. Nadat dat de spal zijn geflipt. Kom, 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 kom. Nee. Nee, waarom doen jullie dat? Ah, ik zag... Ah, het potje was sowieso afgelopen. Laat me zitten. Ah, waarom deden ze dat? Ik zag er nog één beneden staan. Alleen die rende snel de trap op. Dus kon ik niet meer raken. Ah, en het sowieso was het potje afgelopen. Dus het werkt al niet meer. Deze map, dit is de map waar ik hem in kan halen. Want ik ben level 99. Dat is wel een mooi aantal. Ik zie het nu pas. 39-21 als eindscore. Natuurlijk niet de beste eindscore. Kijk, als ik daar naartoe was gelopen. Zie je dat? 1, 2, 3, 4 man stond er nog. Als ik deze had kunnen killen met skinetic armor, was het potje afgelopen. Fair enough. Maar als ik dan door kunnen rennen, had ik die 3 kills ook nog gehad. Had ik sowieso al 6, 7 man gehad. Hoefde ik nog maar 2 bij. Dus dit is de map waar ik hem op kan halen. Dit is de map waarop we het moeten gaan doen. Andere mappen zijn natuurlijk ook handig. Maar dit is echt een goede map ervoor. Dus, we spelen natuurlijk nog een potje erachteraan. Want we spelen er altijd 2. Ik zet Kinetic Armor eventjes aan. En dan zijn we zo meteen terug bij game nummer 2. Alright boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. We spelen nu de map Stronghold zoals je kan zien. En dit is de map waar ik de allereerste killchain van de 3 natuurlijk op heb gehaald. Dus ik ben benieuwd wat we vanaf kunnen gaan brengen. Ik ben benieuwd of we misschien weer kunnen halen op deze map. Wat natuurlijk fantastisch zou zijn, want dan hebben we 2 keer op dezelfde map. Maar we hebben natuurlijk nu op dit moment wel de enige echte kinetic armor aanstaan. Want het is wel handig om dat natuurlijk aan... Wacht even. Oh, je dikke moeder! Waar zijn ze? Oh, er stond er nog één. Fuck! Oh, dat was zo jammer! Oh nee, dat was jammer man. Die had ik, ik had hem daar... Ah, kak, dat had ik hem kunnen halen. Ah, kakkie motherfucky. Ah, kakkie motherfucky die je bent. Ah, dat had ik hem kunnen halen, jongen. Helaas spannen ze niet meer bij me. Als ze nog steeds bij me waren gespannen, had ik hem halen. Ik liep meteen door naar de volgende spanplek. Alleen, ze spanden helemaal aan de andere kant van de map. Deze map, jongen. Dit is de map en Skyjack erbij voor de killchains. Ik zweer het je. Holy tietenvrieten. Ik ben even een UAV nodig, dus ik ben even aan het campen. Ja, what the fuck, waar zijn ze dan? Ze zijn allemaal aan het campen of zo, joh. Ja, ze zijn allemaal aan het campen. Fucking motherfucker hier. Ineens, hè? Ineens zijn ze allemaal gaan campen. Dat slaat toch helemaal nergens op. Ik kan er nooit tegen, man. Sorry. Ik kan er nooit tegen. Dan aan het begin van het potje ga je zo beest, weet je wel. Even een beest beginnen, hoppatee. En dan opeens beginnen ze allemaal te campen, zoals je kan zien. Opeens staan al die enemies te campen. Het potje ging zo goed. En nu zijn ze allemaal te campen. Ze zitten allemaal nog steeds aan dezelfde kant. Ze moeten die spans... Zo, dat was mijn like. Die spans die moet even flippen, man. Ze zitten nu allemaal hier achterin ergens. Let op. Ja, ik zie het. Ik zie je echt wel liggen. Sorry, teammate. Sorry. Dat deed ik niet expres, ouwe. Yep, ze zijn nu heel tegenspelen, die enemies. Ik kan er niks aan doen, man. Gewoon omdat ik aan het begin zo goed ging, zijn ze nu opeens allemaal zo noob gaan spelen. Jammer, jongen. Het is zo jammer als we dat doen, maar het gebeurt zo vaak in Call of Duty. No. Ja, fuck it. Fuck, 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 sorry. Ik ken de spans uit mijn hoofd, man. Alleen, ze zijn heel rustig gaan spelen, die enemies. Ze zijn echt van speelstijl veranderd. Zo, de knetter. Ik werd beschoten, jongen. Ja, dat wou ik net zeggen, vriend. Het zou een heel groot plus zijn dat ik spans uit mijn hoofd ken. Anders zou ik dit al allemaal niet kunnen halen. Hij ligt weer achter. Ah, jongens. Echt, fuck off. Er zit er nog één.
Doe het, doe het, doe het. Teammate! Teammate! Nee! Wie zijn fucking idee was dat, teammate? Ah, kak. Dat was echt dom van mijn teammate, jongen. Dat had hij niet moeten doen, die vent. Dat had hij niet moeten doen. Dat bedoel ik dus. Ik heb zoveel geluk nodig, jongen, in deze serie. Als mijn teammate daar niet had gelopen, dan had ik door kunnen gaan, man. Maar omdat hij daar ging lopen, spannen ze er... Ja, ze spannen nog wel, alleen hij pakt ook nog eens mijn kill af, natuurlijk. Dat hoort ook nog eens bij. Dus vandaar dat ik niet door kon gaan voor de killchain. Jammer, man. Dat is nou jammer. Ik had dan mijn kinetic armor nodig. Zoveel kansen. Kom. Motherfuckers. Fuck, te laat. Ik ben te laat, ik ben te laat, ik ben te laat. Hij is te sloom, hij is te sloom, hij is te sloom, hij is te sloom. Teammates hebben alles van me gestolen, man. Dat was weer een goede kans. Nee! Mapapapa! Nu zijn ze geracekut, de enemies zijn geracekut, nu is het niet meer mogelijk. Oh, zoveel kansen. Zoveel kansen voor de killchain. Oh la 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 la. Jammer. Jammer. Ah, kut, ik gebruik Ghost. Zoveel kansen gehad dit potje, man. Ah, dit is echt jammer. Ik had hem hier kunnen halen. Yep, ik had hem kunnen halen. Ah, shit. Hostile care package overhead. What the fuck, joh? Kom naar me toe, kom naar me toe, kom naar me toe, kom naar me toe. Kom jullie ook naar me toe? Teammates, jullie vinden... Ah, kak. Weer. Weer, 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 weer. Ah, kak. Dat was nog een kans. Nee, het potje zat erop. Ah, zoveel kansen gehad dit potje. En vorig potje ook. Jammer. Jammer. Dit is zo jammer. Zo jammer. Zo jammer, zo jammer, zo jammer, zo jammer. Ik kon er niks aan doen. Ik heb mijn best gedaan, maar dat is alles wat ik kan doen. Woe! Eerste potje hadden heel veel kansen. Tweede potje hadden ook heel veel kansen. Maar we hebben het niet gehaald. Jammer. Jammer, 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 jammer. Anyway, we hebben wel hele goede potjes gespeeld. Twee hele goede potjes gespeeld. Dus mocht je nou hebben genoten, jongens, van deze aflevering. Ram natuurlijk zijn kaarten blij. We proberen het volgende keer gewoon weer opnieuw. Dit zijn echt twee maps waar ik het gewoon in kan halen. Je zou goed bezig beginnen. En dat moet ook blijven volhouden. Dus, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En tot hopelijk ook weer de volgende keer natuurlijk. Bye bye mensen.